Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf schmink kan maken. Waarmee je bijvoorbeeld de Nederlandse vlag op je wangen kan aanbrengen. Je hebt 3 producten nodig voor deze natuurlijke schmink. Als eerste een vettige basis. Ik gebruik hiervoor kokosvet. Je kan ook iets van een crème gebruiken, maar als je voor puur natuur wil gaan, dan is kokosvet prima. Vervolgens heb je bloem nodig. Wat eigenlijk nog veel beter werkt is maïzena. Maar dat was net op, dus ik gebruik bloem. En voedselkleurstof voor wat kleur. Je kan hier ook oogschaduw voor gebruiken. Maar nogmaals, voedselkleurstof is dan de natuurlijke variant. En qua tools heb je 3 kommetjes nodig. 3 kleine potjes waar de kleur in gaat. En iets van een kwastje. Ik gebruik een concealerkwastje om het aan te brengen. Ik begin met het bloem toevoegen aan de glazen kommetjes. Ik doe een theelepel bloem in een kom. Wat ik al zei, maïzena is net iets beter en werkt wat soepeler of zo. Maar goed, bloem kan prima. Een theelepel. Vervolgens neem ik een halve theelepel kokosvet per kommetje. Ik doe 3 kommetjes, want we gaan natuurlijk de Nederlandse vlag maken, rood, wit, blauw. Doe niet te veel kokosvet, anders wordt het heel erg glibberig en glijdt het zo van je gezicht af. Dus een halve theelepel vet of crème. En iets meer dan 1 theelepel water. Doe dit een beetje op gevoel. Je kan later ook nog meer toevoegen. Vooral als je eventueel oogschaduw gebruikt, kan het weer droog worden. En dit mix je goed door. Ik begin gelijk met de lastigste kleur, dat is namelijk wit. Er is geen witte voedselkleurstof. Kijk, dit zijn de kleuren die ik heb. Daar zit blauw en rood bij. Perfect voor de Nederlandse vlag, maar wit is er niet. Dus wat je kan doen bij wit is dat je een oude oogschaduw gebruikt. Of iets van oude poeder of talk. Wit, ja, er is geen voedselkleurstof in wit. En als je het zo laat, dan is het transparant. Nou, als je wat poeder toegevoegd hebt, kan je nog wat extra water toevoegen. Zodat het wat vloeibaarder wordt weer. En dit mix je goed door voor een perfect papje. We zijn klaar met wit en dan ga ik nu verder met rood. Ik neem wat rode voedselkleurstof, voeg dat toe. Niet zuinig zijn, want dan wordt de kleur lekker fel en heftig. En dit mix ik door de pasta heen. Het voelt een beetje als een soort pasta. Net zolang tot er geen klontjes meer in zitten. En dan is ook de rode kleur klaar. En dan gaan we verder met blauw. En om de een of andere reden is mijn blauw een beetje lastig om te mixen. Een beetje klonterig of zo. Ik weet niet precies wat het was. Ik heb precies hetzelfde gedaan bij alle kommetjes. Maar deze wilde niet helemaal. Dus het is ook een beetje spelen en oefenen. Een beetje water toevoegen, een beetje vet toevoegen. En ja, dan krijg je de perfecte consistentie. Ze zijn klaar. Tijd om de potjes te vullen. De makkelijkste manier om de potjes te vullen is om de lepel te vullen met crème. Hem wat hoger te houden en dan erin te laten vallen. Zo voorkom je dat je over de zijkant heen knoeit. En met zoveel kleurstof kan dat nog wel eens voor vlekken zorgen. Zoals je ziet is die blauwe iets lobbiger, maar dat maakt niet uit. Dit zijn ze, rood, wit, blauw. En zo ziet het eruit. Het is niet mega lang houdbaar, vooral omdat er ook water in zit. Ik zou zeggen een paar dagen, maar ja, het liefst ook in de koelkast wordt het ook iets harder. En dan kan je er lekker mee sminken. De witte kleur brengt het lekkerst aan, omdat daar gewoon oogschaduw in zit. Ja, dat blijft gewoon make-up. Dan het rood. En tenslotte de blauwe. Beetje lobbig, maar hey, valt te corrigeren met een tissue. Het gaat om het idee. De vlag op mijn wangen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, deze do-it-yourself smink. Veel plezier en bedankt voor het kijken. Doei! In de video van vandaag ga ik jullie wat meer vertellen over huidverzorging. Ik ga jullie vertellen waar een goede huidverzorgingsroutine uit bestaat en waar de producten voor bedoeld zijn, zodat